Ja, Hogeveen, HZVV in de finale van de afbreng bij elkaar, Carlo. Ja, droomfinale. Ja, super. Hartstikke mooi. Nee, dat is eigenlijk waar je het ook wel een beetje voor wil en mooi voor doet. En ja, dat we in de finale staan is alleen maar weer mooi. En de afgelopen twee seizoenen in de finale staan. Nou, vanavond gewonnen tegen Erika, dus prima. Ja, het mooie is denk ik ook wel dat het niet vanzelfsprekend is. Hè? Want ja, de laatste twee jaren miste Hogeveen de finale. Jullie zijn de stabiele factor. Maar het is niet vanzelfsprekend. Nee, absoluut niet hoor. Want vorig jaar hadden we natuurlijk ook wel lastig tegen ploegen. Dus ja, het is niet vanzelfsprekend dat je zomaar in die finale komt. Hè? Erika vandaag ook een stugge tegenstander. Daar hebben we altijd wel heel veel moeite mee. Dus ik ben heel blij dat we gewonnen hebben. Ja, het is uiteindelijk 4-0 geworden tegen Erika. Maar je had een goede tegenstander eraan vandaag. En daar zit je ook op te wachten in de voorbereiding. Ja, zeker. We hebben al een toernooi in Staphorst hebben we dan meegedaan. Maar goede tegenstanders. Nou ja, goed, de eerste ronde dan tegen Ruinen. En vandaag tegen Erika. Nou ja, goed, dat is gewoon een geduchte tegenstander voor ons. Dus ja, dat is mooi. En het is voor de voorbereiding voor ons natuurlijk hartstikke goed om ook eerste klasse dan te treffen. Wie gelijkwaardig zijn, dan word je alleen maar beter door. Wat dat betreft is de opzet nu van het toernooi mooi, denk ik. Ja, prachtig. Hartstikke goed. En hopen dat je dit soort tegenstanders vaker krijgt. Want nu gaan we naar de beker toe. Dus het is ook alleen maar prettig om zulke tegenstanders te krijgen. Even naar de wedstrijd van vanavond. Oké, Erika hield goed stand in de eerste helft. Zat er ook fel op? Ja, veel lengte. Ja, fysiek sterk. Dus, maar dat wisten ze ook wel. En ze hadden natuurlijk ook wel nagedacht. En wij moesten daar niet van het fysieke hebben. Maar ze zaten er goed fel en agressief op. Ja. Verschilde doeltreffendheid? Nou ja, tweede helft gezien waren we wel stukken beter. De eerste helft, de eerste kwartier, 20 minuten was voor Erika. En daarna gingen we voetballen en daarna liep het ook beter bij ons. En ja, uiteindelijk maak je dan de goals. Dus dat is, ook, maar dat is ook een goed gevoel voor jezelf dan. Als je de goals maakt en dan komt er ook een stukje beleving weer in en dan loopt het allemaal wel wat makkelijker. Is de voorbereiding een beetje vergelijkbaar met vorig jaar, toen jullie op een gegeven moment echt in de flow kwamen? Ja, in het begin wel. Hè. Dus eigenlijk is het wel weer hetzelfde. Ik had er nog niet zo over nagedacht, maar ja, eigenlijk is het wel weer een beetje hetzelfde tendens. Dus dat is het enige verschil is denk ik, ja, je hebt meer nieuwe jongens nu. Aantal belangrijke jongens, Pim de Jonge, Arjan Kleine, die ben je natuurlijk kwijt. Dus dat vergt een andere aanpassing in de voorbereiding? Ja, wel iets anders natuurlijk, omdat je wat andere jongens erbij hebt. Hè. Je hebt wat jeugd erbij gegeven, jongens van buitenaf erbij gegeven. Dus het is even aanpassen. Hè. Met Stefan Korf natuurlijk centraal achterin en linkspoot. Ja, dat is niet zomaar opgelost. Dus we moeten wel even gaan kijken hoe we dat gaan doen. Nou, deze wedstrijden zijn er hartstikke mooi voor. Ja, jonge jongens, passen ze goed aan? Ja, prima. Ze zijn allemaal goed bezig. Dus het wordt nog een lastig verhaal. Ja. Je moet dus kiezen straks weer. Ja, we hebben echt een hele brede en een grote selectie. Dus de keuzes zijn eigenlijk groter dan vorig seizoen. Dus dat is mooi. Wat wel opvalt is bij jullie is de gretigheid ook in die voorbereiding. Hè? Op een of andere manier leeft het allemaal wel bij jullie. Ja, en dat valt me ook op. Ze zijn allemaal heel gretig. Ze willen allemaal heel graag. En nou ja, goed, ze hebben natuurlijk ook gezien dat er een x-aantal spelers bijgekomen zijn die als ook heel goed kunnen voetballen. Dus dan worden ze alleen maar gretig, worden ze alleen maar beter door. Kortom, de kater van de degradatie ben je wel weer kwijt nu? Ja, goed, dan moet je op een gegeven moment overheen stappen. En dat is hartstikke jammer dat we dat niet gehaald hebben of gered hebben en erin zijn gebleven. Maar uiteindelijk moet je weer verder kijken en we kijken naar de toekomst en dat ziet er weer goed uit. Ja, nou die wedstrijd tegen Hogeveen, ja, een wedstrijd op zich, ondanks dat voorbereiding is. Maar daar zit toch wel een serieus tintje aan. Ja, tuurlijk. Hogeveen HSV naast elkaar. Dat blijft gewoon hartstikke mooi. En ik vind het ook wel leuk. Ik heb bij allebei de clubs gespeeld. Dus wat dat betreft is voor mij wel een extra aandachtpuntje. En dat is gewoon grappig. En dat is gewoon hartstikke mooi. En het blijft een duel op zich. Ja, het wordt een beetje zo'n langzamerhand het duel van de talenten. Hè? Want Thomas Reinders, Dave Padding bij Hogeveen. En Jeffrey van Veen tegenover de jongens van HSV. Ja, mooi hè. Ja. Er zit heel veel toekomst in Hogeveen. Dat is wel mooi. Okay. Nou, tot zaterdag, Carlo. Komt helemaal goed. Veel plezier.